radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Goedenavond. Ik sta hier bij Suzanne van Dijk. Goedenavond. Jij bent het hoofd van het Rode Kruis. Nou, het hoofd. Ik ben de coördinator voor de hele groep, zeg maar. Oké. Voor Rode Kruis Verstellingwerk. Oké. En wat komt er nou zo om kijken bij het coördineren, het hele voorzien van het Rode Kruis hier op zo'n festival? Dat wij gewoon menselijk optreden. We gaan de mensen gewoon helpen. Als een klein hondje hebben of een grote hond. Maakt niet uit. We proberen zo snel mogelijk dat ze weer het feest in kunnen, want daarom zijn ze hier. Ja, en wat zijn er al gevallen geweest dit weekend? Gisteravond gevalletjes. Ze zijn te vreselijk bezig geweest met dansen. Helemaal geweldig. Maar dan kregen ze een elleboog tegen de neus. Oké, heb je bloedneus, een dik enkel. Maar we lappen ze gewoon weer op en dan kunnen ze gewoon weer door. Oké, met hoeveel mensen staan jullie hier eigenlijk? Gevarieerd van 14 tot 18 personen. Oké, en ik heb begrepen dat het tegenwoordig wat moeilijker is om vrijwilliger te worden bij het Rode Kruis. Klopt dat? Het is niet moeilijk om vrijwilliger bij ons te worden. Het is voor ons moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Want de mensen hebben geen tijd voor dit soort dingen. Maar we zijn gewoon heel veel vrijwilligers gewoon nodig. En het is heel leuk om mensen op team, zeg maar, op pad te gaan. En sowieso om Wiki Woodstock te draaien. Ja, want natuurlijk ook een beetje meegenieten van de muziek hier natuurlijk, hè? Zeker houden we van alle muziek hier zo. En als de mensen het leuk hebben, hebben wij het ook leuk. En dan hebben we niet zoveel ongevalletjes. Nee, zeker niet. Merk je dan ook een verschil bij welke tenten dan de ongevalletjes vandaan komen misschien? De rocktent is wel een van de uitblinkers, maar oké, als ze gek willen doen, mogen ze het doen en gebeurt er wat. Meestal zijn ze stoer genoeg om door te lopen en op een gegeven moment half een avond denken van nou, dan moeten we toch even naar het Rode Kruis en dan lappen ze zich op en dan kunnen ze gewoon weer verder. Oké, en de zaak hier is bij jullie in jullie tent, dat is een beetje jullie hoofdkwartier voor dit weekend, heb ik zo gegeven. Wat voor materiaal hebben jullie allemaal bij jullie naast het festival? En jullie mogen kijken wat we allemaal hebben. Dan gaan we zo meteen nou, eventjes met de camera die kant op. Ik denk niet dat we dat met de microfoon nog gaan redden, dan gaan we. Nou, we hebben gewoon van de pleister tot bandages, zeg maar. Als er gewoon wat gebroken is, dan moeten we even een ander nummer bellen. Ja. En dan gaan ze natuurlijk via de ambulance, de achterkant, gaan ze naar het ziekenhuis toe. Ja, een ander nummer bellen. Ik denk dat de ambulance naar deze kant komen. We vielen even weg, sorry. Wat zegt u? Wat zegt u? Oh ja, nou laten we de boel maar even afronden en dan kunnen jullie weer gauw terug naar je werk. Heel veel succes en laten we hopen dat je zo min mogelijk kunnen doen. Daar gaan we zeker uit, want we